Hallo kijkers, tof jullie kijken naar een goede nieuwe video van de KV Mechelen Carrièremode. Ik ga even onderhandelen om een speler te verkopen. Deze speler mag weg misschien voor laten we 2.5 proberen. En daar gaan ze akkoord mee. Ik had ook al een paar transfers gedaan. Data aan hier transfergeschiedenis. Mijn club. Ik heb deze speler kunnen halen. Was een vrije speler, dus Fred is nu een speler van Mechelen. En dan heb ik nog deze speler kunnen halen. Ik zag hem toevallig voorbij komen en hij is nu al 83 rated. Hij was ook nog eens gratis te halen, dus ik dacht waarom niet. Dan was ik ook nog een paar spelers aan het scouten. Ik zie de twijfel of ik Vermeer zou verkopen voor Aster Franks. Oeh, deze speler ziet er ook wel interessant uit. Ik ben hier even aan het kijken voor er ook wel vrije spelers zijn. Die interessant zijn voor ons team. Ik ga deze speler misschien toch halen, want ik denk dat hij een topper gaat worden. Nu nog een aanwinst binnen. Hoewel, dit seizoen al heel veel vrije spelers gehaald. Dat is nu al de derde. Al 74. Oké. Okay. Ik ga deze speler dan ook vervangen door de nieuwe speler. De eerste wedstrijd van het seizoen is tegen Kortrijk. Pot van 23 miljoen. Die verdediger wil ik nog even houden. Deze speler kan ik misschien verkopen en dan kan ik een andere rechtsachter kopen. We kunnen zelfs 32 miljoen vragen, oké. Okay. We beginnen met 32 miljoen. En daar gaan ze al meteen akkoord mee. Als die speler weggaat, wil ik dan deze hier kopen. Dan hebben we al meteen een nieuwe rechtsachter. Ik heb begin met 10 miljoen. Misschien 13 miljoen. En daar gaan ze akkoord mee. Dus welkom in ons team nu. Ik heb hier een nieuw aanbod voor Aviv. Dat hij wel mag gaan voor 15 miljoen. Ik ga het toch voor 16 proberen. En nog 1 miljoen extra misschien. Oké, doen we dan 15 miljoen. En daar gaan ze akkoord mee. Oké, de wedstrijd tegen Kortrijk ga ik gewoon simuleren. Ons team ziet er al heel erg goed uit. Hopelijk zal ons aan overwinning leveren in de allereerste wedstrijd van het nieuwe seizoen. Ja, een 2-0 overwinning. Oeh, ik zie dat we tegen Feyenoord moeten in de voorrondes van de Champions League. Transferbod op Orban van Club Brugge. Dit is wel interessant. Ik ga misschien zelfs meer vragen. Ik ga 20 miljoen vragen. En dan ook eens een andere speler. Gaan ze mee akkoord? Oké. Dus een kans dat Orban nu al gaat vertrekken naar Club Brugge. Dit kan de laatste wedstrijd zijn van Orban tegen Anderlecht. Spelen gelijk. Tijd voor Champions League nu. Dus Orban is officieel verkocht. Ik had misschien toch meer kunnen vragen. Ja, is nu te laat voor. Uit tegen Feyenoord ga ik simuleren. De thuiswedstrijd ga ik zelf spelen. Oh jee, dit is spannend. Eerste wedstrijd Europees. 1-1. Geen een slechte positie voor ons. Transferbod op Schoofs. Schoofs is wel een avontuur in Engeland verdiend. Dus ja, proberen 4 miljoen te vragen. En daar gaan ze akkoord mee. Ik ga proberen Aster Franks terug naar Mechelen te halen. We hebben nu toch genoeg budget. Beginnen met zijn waarde aan te bieden. Dan proberen naar 20 miljoen. Daar gaan ze akkoord mee. De spelers beginnen ook een beetje moeten geraken, dus ik moet even. Ik denk dat ik deze wedstrijd ga spelen met mijn B-elftal. Ik denk dat we mijn B-elftal wel gaan verliezen, maar mijn Colin Spears wel, ja, we verliezen. Oké, het is tijd voor onze allereerste Europese wedstrijd. Of de allereerste thuiswedstrijd. In Europa is de clash tegen Feyenoord. Oppassen, hier is Feyenoord. Een schepper, nee, dat is gevaarlijk. En Feyenoord komt op voorsprong. Geen goede start van deze eerste Europese thuiswedstrijd. Feyenoord nog eens mijn kans. En daar kunnen ze al bijna 0-2 maken. No!
Oh, gelukkig redden we. Vooral pas dat Feyenoord niet scoort, want dan wordt het wel heel moeilijk. En dat doen ze nu. 0-2. Ai ai. Ja, nu is de kans. Pasen. Afmaken. Yes! We zijn ook in de wedstrijd. 1-2. Alles kan nog als we nu nog de snelle gelijkmaker maken. Ja, nu. Scoren. Ah. Nu misschien. Yes! De gelijkmaker. 2-2. Alonso met het tweede van de avond. Ah, heel leuke wedstrijd is dit. We komen terug van 0-2 achterstand tot 2-2. Nu is de kans. Nu afmaken, please. Oh, wat slecht gedaan. Oh nee, wat is als... No. Please, no, niet scoren. Oeh, keeper het. En we, het is verlengen. Als penalties zijn, zijn we verloren, want ik ben echt heel slecht met penalties. Oké, hij is erdoor. Please, deze keer wel afmaken. Yes! 3-2 voor ons. Oh, wat een spanning en een hat-trick. Ik zat te twijfelen om ik hem ook wel zou afhalen, omdat hij ook veel kansen heeft gemist. Maar ja, deze keer legde hij wel weer af en heeft ook al een hat-trick. Ik ga hem er toch even afhalen, omdat hij moe begint te worden. Oh nee, hier is Feyenoord. No! Gevaarlijk. Nee, weg. Buiten. Hij is nog binnen. Maar we hebben kunnen onderscheppen. Oeh. Oké, we hebben nu weer bal. Voor afmaking. Score. Yes. 4-2. Nu maak ik het weer helemaal af. Het is een heel spannend slot. Zo gaan we door naar... ja. In de Champions League. Ja, ik denk dat we nog niet in de groepfase zitten. Ik denk dat we nog één keer verder, één ronde verder komen in de kwalificatie. Oh, Trabzonspor. Ah, die kunnen we wel, als we Feyenoord hebben uitgeschakeld, moet Trabzonspor ook wel te doen zijn, denk ik. Die wedstrijd tegen Leuven ga ik wel spelen met een B-elftal, omdat spelers wel rust nodig hebben. En we winnen gelukkig. Oké, nu is het tijd voor Trabzonspor. Speer nog uitgeleend. Laatste voorronde voor de kwalificatie. Alonso, oké. Hij is heel snel. Kan beter passen en dan scoren. Mooi uitgespeeld. 1-0 Frans. Alonso, kan hij er nog steeds door? Ja. Afstandsschot. Oh, de goal ook nog. 2-0. Oppassen. Oeh, gelukkig kwam er tussen. Even rusten met een goede voorsprong. Beter passen. Afmaken. Oeh, keeper het. Oppassen, hier is een kans voor hun. Oppassen. Ah, nee. De goal voor de Trabzonspor. Oh nee. Ai ai. 2-2 niet opeens. Ah. Dus bij hetzelfde scenario als Feyenoord, alleen dan omgekeerd. Nee. Ai, 3-2. 0-2-3. Is niet goed. Ah, kans misschien nu nog. Nu kan Storm afmaken. No. Ah, we hebben wel heel snel 3 doelpunten weggegeven. En we verliezen. We geven een 2-0 overwinning weg tegen Trabzonspor. Ai ai, ik heb meer spelers nodig, dus ik moet even wat spelers gaan kopen. Ik ga Duran veel kopen van Dortmund. Ik probeer voor 6 miljoen. Daar gaan ze akkoord mee. De volgende speler die ik wil halen is Arthur Vermeer. En gewoon zijn waarde bieden. 16 miljoen. En daar gaan ze akkoord mee. Volgende wedstrijd is uit tegen Union.
Ajax wil verliezen. Nieuwkoop scoort voor nog eens tegen zijn oude club. Het is tijd voor de laatste wedstrijd. Voor de groepfases van de Champions League. Zullen we de groepfases van de Champions League halen? Of wordt het dan toch Trabzonspor die doorgaat? Is het spannend? Ah, helaas. We gaan niet meer door. We spelen gelijk in Trabzonspor. En daardoor gaan we nu naar de Europa League. We hebben nog een transferbod gekregen van Lille. Ik ga proberen of ik misschien 5 miljoen kan vragen. Oh, en daar gaan ze al meteen akkoord mee. Oké. Dus we spelen in de volgende video geen Champions League, maar Europa League. Ik ben even heel erg benieuwd naar de groepen. Ik ook de Conference League groepen en zo bekijken. Ah, hier hebben we Union. Hier hebben we Anderlecht. Ajax speelt ook in de Conference League. Dan hebben we hier Europa League groepen. Oh, we zitten bij Benfica in de groep. Oké, Young Boys. En het laatste team is denk ik uit Roemenië. Hier hebben we Utrecht en Arsenal. Oh ja, City speelt ook Europa League. Hier hebben we Club Brugge. En hier hebben we Feyenoord, die hadden wij uitgeschakeld in de Champions League in de eerste voorronde. In de Champions League groepen. Als we doorgingen, dan zaten we met Atletico Madrid, Napoli en Salzburg in de groep. En hier hebben we Antwerp. Dat zijn wel leuke groepen. Nu wil ik die wedstrijd tegen dingen simuleren tegen Rotterdam. Ja, we winnen met net 1 goal verschil. Ik denk dat ik hier de video ga afsluiten. Dus in de volgende video gaan we verder met ons Europees avontuur. Helaas niet in de Champions League, maar in Europa League. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer.